Hallo sappige lingertjes van Just the Sparkermatters, welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. Het is weer tijd voor een top 10 soundtracks en dit keer gaan we de Sinnoh-regio van Pokémon behandelen. Ik heb er veel zin in, ik hoop jullie ook. Nogmaals, dit is mijn mening, jullie mening mag helemaal verschillen. Geen haatjes daarop alsjeblieft. Wat vind jij de top 10? Dat wil ik graag weten. Laat een reactie achter en dan gaan we nu beginnen met deze video. Veel plezier. Op nummer 10 staat Route 210. Ik vind als ik deze route binnenkom, dan echt gewoon zo blij word ik van als ik deze route inloop. Eigenlijk heb ik echt dan meteen het gevoel, yes, ik speel weer Sinnoh Game. Ik vind Sinnoh Games namelijk sowieso heel vet. Na Hoenn misschien wel de beste. Dus ja, daarom heb ik deze gekozen. Op nummer 9 staat Jubilife City. Ik heb de hoofdstad van Sinnoh gekozen als nummertje 9. Omdat ik het altijd een fijn gevoel vind als ik daar ben. En het is een beetje nostalgisch. Vooral het nostalgische, omdat ik heb de games toen al op een gegeven moment al gespeeld voordat ze in Nederland uit waren. Namelijk op de camping, op vakantie. En ik kan me altijd twee dingen herinneren. Jubilife City en de Safari Zone. En als ik dit muziekje dus hoor, denk ik meteen aan die dag in Italië. Het was heel leuk. Daarom heb ik deze gekozen als een nummer 9. Nummer 8 is Rivals Team. Ik heb deze Rivals Team gekozen omdat ik het gewoon vet vind als je tegen hem gaat battelen, dat je dan dit vette muziekje krijgt. Ik ben eigenlijk niet fan van om Rivals of überhaupt Battle Teams in een top 10 te zetten, maar ik heb het toch gedaan omdat ik, ja, deze vind ik gewoon de moeite waard. Het is gewoon een leuk liedje. Nummer 7 is Zenjam Town. Ik heb deze gekozen omdat ik vind het liedje heel leuk. Ik vind, het is natuurlijk bij een dorp gebruikt, maar ik vond dit al best een liedje voor een grote stad kunnen zijn. Ik vind het gewoon een heel leuk liedje, vandaar dat deze in deze top 10 staat. Nummer 6 is Aarburg City. Ik heb Aarburg City op nummer 6 staan omdat ik dit heel erg associeer met, oh, eindelijk ben ik bij de eerste gym. Want het heeft namelijk best wel lang zijn tijd nodig voordat je eindelijk in Aarburg City bent. Je Pokémon is al bijna geëvalueerd, dat is niet helemaal waar misschien, maar in ieder geval al een hoog level. Ik vind dat het lang duurt in Diamond and Pearl. Dus ik, als ik dit liedje hoor, denk ik van, ah, eindelijk. Nummer 5 is Twinleaf Town. Ik heb Twinleaf Town als nummer 5 gekozen. Omdat het weer een beginstadliedje is. Jullie weten mijn voorliefde voor liedjes uit de beginstad. Net als de nummer 1 van, of de nummer 2 trouwens, van de Hoenn aflevering. Ik vind gewoon altijd die vibe die je krijgt van, oh, we gaan weer een nieuw avontuur aan, vind ik altijd vet. Dus daarom dat Twinleaf Town op nummer 5 staat. Nummer 4 is Underground Passage. Underground Passage is echt heel leuk omdat ik heb echt heel lang, echt uren, misschien wel echt totaal dagen onder in die grond met Explorer Kit geweest om maar fossiels te vinden. Dat was namelijk best wel lastig. En dit liedje is zo vrolijk. Hoe kan je dit nou geen leuk liedje vinden? Ik snap het niet. Op nummer 3 staat Route 201. Ik vind het zo goed dat als een liedje, een route waar je alleen maar Bidoofs en Krikketots en Starlies kan vangen, toch een leuke route maakt om in te zijn. Gewoon, dat liedje moet zoveel kuts verbergen en dan nog maakt het een route die wel oké is. Dus daarom mijn respect naar Route 201 op nummer 3. Nummer 2 is Fight Area. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik nooit zoveel van de Battle Frontier, de Fight Area, Battle Tower, Battle Tree, daar ben ik gewoon niet zo van. Je krijgt geen XP, het is doelloos.
Je kan een paar itempjes kopen bij de shop daarvan, maar dat is echt niet de moeite waard. Dus ik hou daar gewoon niet zo van. Toch vind ik het liedje wel geweldig. Dus vandaar dit liedje op nummer 2. En op nummer 1, Spare Pillar. Hoe kan het ook anders? Spare Pillar staat op nummer 1. Het is zo'n episch muziekje. Je weet dat er iets groots te gebeuren staat als je op Spare Pillar komt. Ik vind het zo episch muziekje dat die daarom voor mij op nummer 1 staat. Ik hoop dat jullie er ook hetzelfde over denken. Zo niet, laat het weten in de reacties zoals ik al eerder heb gezegd. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En in de volgende aflevering gaan we natuurlijk de liedjes van de slechtste generatie van Pokémon ooit, Unova, gaan we bekritiseren. Ik zie jullie de volgende keer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.